Het is 14 februari, Valentijnsdag, en ik heb een date. Ze hebben dit keer dus iets over mijn borst heen geplakt. Nu word ik dadelijk ook nog gebeld weer door de hematoloog. Volgens mij heb ik erop gehangen. Oeps. Wat natuurlijk ook heel erg goed helpt voor de opvliegers en die kniepijn. Mijn Valentijnscadeau is... Op naar de kapper. Ja. Kijk, dat kan toch niet? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is 14 februari, Valentijnsdag. En ik heb een date met de radioloog. Hoe gezellig. Het is de tweede week dat ik begin met de bestralingen. En de achtste. Wel te verstaan. En dan gaan we beginnen met iets extra's over mijn borst heen. Om het dichter bij de huid te kunnen bestralen. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik ben zojuist weer bij de radiotherapie geweest en ze hebben dit keer dus iets over mijn borst heen geplakt, wat als een soort van simulatie van een tweede huid moet voorstellen, zodat de bestraling wat minder diep gaat. Dus eigenlijk de bestraling voor de gek gehouden wordt en dat het litteken van binnen en dus dichter bij de huid meegenomen wordt, want anders wordt dit dus te veel gespaard. En dat kan er wel voor gaan zorgen dat ik een stuk roder huid ga krijgen en schaler. Dus ik ga gewoon lekker smeren. Ik denk dat ik misschien zelfs Eftersun erop ga smeren of zo. En cetomacrogol. Dat is een hele vette zalf. En ik heb nog iets anders. Ook voor mijn littekens. Dus ik ga gewoon lekker smeren. Nu word ik dadelijk ook nog gebeld weer door de hematoloog. En ik zou er eigenlijk naartoe gaan, maar ik dacht, ja, dan ben ik net een uur, anderhalf uur ben ik daar net geweest en dan moet ik weer terug. Dus ik heb gevraagd of ze mij wil bellen en dat gaat gebeuren. Dus ik hoop het gesprek weer op te nemen, zodat jullie wel lekker mee kunnen luisteren. Volgens mij heb ik erop gehangen. Oeps. Oepsie. Onbekende beller. Met René, ik drukte op het verkeerde knopje, sorry. Ja, dat dacht ik al, René. Dat is niet zo lang voor Integrated Medicine. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. René, we hebben een... vanmorgen leek het nog alsof ik je echt zou zien en toen werd het telefonisch. Klopt, inderdaad. Ja, want ik was in de ochtend ook al in het ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, dan moet ik daar of heel lang wachten of ik moet weer terug. Dus ik denk, nou, als het telefonisch kan, is dat fijn. Ja, ik had vanaf juni natuurlijk al die Lucrin injectie. En ik ben nu inmiddels gestart met de pillen ook erbij. Ja. En ik zit op dit moment dus ook aan de bestralingen. Oké. En ik moet zeggen, over het algemeen gaat het goed. Ja. Ik merk wel dat ik, die opvliegers natuurlijk... Ja. Maar ook dat ik toch wel last heb van mijn gewrichten in mijn knieën. Ja. Die eigenlijk het meest. Dus als ik ze opgetrokken heb, of als ik even gehurkt ga zitten, dan heb ik echt eventjes een seconde nodig om weer te kunnen lopen. Dus als ik loop en zo heb ik er geen last van, maar het is echt als ik ze gebogen heb eigenlijk. Ja, dat is ook... Mensen die hebt in de menopauze, die geven dus ook precies hetzelfde aan. Hè? Die zeggen, ik heb een soort opstartpijn. Ja. Hè? Dus als je als je in een restaurant zit, dat je dan eventjes nodig hebt om van die stoel af te komen. Als ja. Je afrekenen en dat soort dingen. En als je eenmaal loopt, dan gaat het wel. Ja, precies. Ja, ja, daar voel ik er ook echt niks van inderdaad. Voor de knieklachten,
Ja. En dat wordt vrij veel genomen als het gaat om knieklachten. En dat helpt gewoon echt heel goed. Dat okay. is een supplement wat gewoon voor het kraakbeen bedoeld is. En ja. de aanpassingen van de spieren en de hele gewricht wordt daarmee, zeg maar, soepeler. Oké. Okay. Heel graag, ja. Dus dat is een hele goede. En als je daar wat meer over wil lezen, er bestaat een website. En die website heet Bewegen Zonder Pijn. Ja. Het gaat over van alles. Dat gaat over mensen met artrose, artritis, met heel veel verschillende dingen. Maar daar vind je ook veel over dat glucosamine chondroitine. Want dat wordt ook voor andere knie- en schouderklachten goed ingezet. Oké. Nou, dat is zeker interessant. Ja, ik had een vrouw die was kapster en die had de hele behandeling achter de rug. En die kwam helemaal verdrietig bij mij op het podium. En die zei van, ja, dokter, maar ik kan niet meer werken. En mijn baan wordt me opgezegd. En toen vroeg ik, maar wat doe je dan? En kapster. Ze had 55 opvliegers per dag. Jeetje. Dat was natuurlijk superveel. En toen had die baas gezegd, ja, maar je werkt met mensen en dat kan zo niet. En toen heb ik haar naar de Wauw. Voor 60% van alle mensen met opvliegers helpt acupunctuur heel goed. En dan is er ook nog iets van 40% of 30% waar het minder goed helpt. En dat verschil, dat weet je als je 4 keer bent gegaan. Dus als je na 4 keer nog niet duidelijk minder opvliegers hebt en minder kniepijn, dan gaat dit dus voor jou minder goed uitpakken. En dan hoef je ook niet daarmee door te gaan. Dus oké. Okay. Ja, ja. Ja, dan heb ik het Kido-centrum, KIDO. Ja. Do, en dan centrum. En dat is zeg maar de acupunctuurpraktijk waar ik met name mensen uit Den Haag heel erg naartoe verwijs. En die ook heel erg goed geschoold zijn bij mensen die dus een vorm van kanker hebben gehad of behandeling. Hè? Okay. Die hebben een extra opleiding als acupunctuur. Oké. Okay. Dus ik kan daar ook een kort berichtje van maken dat je dat thuis hebt en dat kan je dan meenemen. Want sommige verzekeringen die betalen die acupunctuur niet. Of maar gedeeltelijk. Maar als je dan bij medische verwijzing hebt, dan kan je gewoon die kosten, zeg maar die bonnetje zeg ik altijd maar, bewaren. En ja. Je kan dan bij de belastingsdienst op een extra kosten. Ja. Oké, okay, super. Nou, dat zou geweldig zijn. Ja, dus ik denk dat dat is het eerste wat in mij opkomt. Dat ze dus voor de knieën ook dat supplement. En dat kan je ook, dat heeft geen negatieve interactie met de bestraling en ook niet met de pillen die jij neemt. Oké, okay. En ook niet met de chemopillen straks? Ook niet met de chemopillen. Oké, okay. Dat is heel mooi. Gewoon heel veilig. Ja. Nou, dat is super. Ja, ik heb toevallig net, een tijdje terug, ook extra pillen gehad. Dat was een combinatie van vitamine D en calcium. Ja, precies. Dus die slik ik er nu ook bij. Dat is goed, dat is sowieso ook heel goed, hè. Omdat je toch iets grotere kans hebt op osteoporose, hè. Met die hormoonbehandeling. Ja. Dus dat is echt meer op de botten en wat u net zegt is meer op het kraakbeen. Aha. En de aanhechting van de spieren en de tendon, hoe heet het nou nog een keer?
Oké. Ja. Nou, dat ga ik dan zeker halen. Want ja, alles wat helpt is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Neem je nu ook iets van, voel je het ook s'nachts? Neem je iets voor pijnstilling of niet? Nee, s'nachts heb ik niet zoveel last. Dan heb ik meer last van mijn rug. Maar dat had ik al. Ja. Dus misschien dat het daar ook mee voor helpt, weet ik niet. Dus heel af en toe dat ik daar wel pijnstilling voor slik. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zodanig dat ik zeg, ik moet voor mijn knieën echt pijnstilling slikken. Zo. Nee, maar dan is het heel erg goed als je dus daar begint met dat supplement dat je zo stuur. En dan doen we dus een verwijzing naar medische acupunctuur voor zowel die opvliegers als voor de knieklachten. Super, ja, heel fijn. Ja, dat weet ik zeker. Dat gaat wat minder goed. Met de voeding gaat op zich wel goed. Ik ben nu wel bezig voor mezelf dat ik toch wel wat wil afvallen. Mm-hmm. Dus ik hou me vooral aan geen brood, zo min mogelijk koolhydraten. Ja, dus koolhydraatarm. Ja, koolhydraatarm, maar wel toch wat noten pakken en amandelen, omdat me dat is aangeraden. En wel het rood fruit en de... En de blauwe bessen. Heel goed. En de broccoli. En de heel goed. Ja, precies. Dus die voeg ik er dan gewoon wel aan toe. Ja. En maar verder dan wel koolhydraatarm. Ja. En nou, dat gaat tot nu toe goed. Ja, het lopen zelf om daar echt tijd voor vrij. Het is niet dat ik heel de dag stil zit. Dus ik beweeg wel tussendoor. Maar echt zo'n half uur achter elkaar dat inplannen. Ja. Dat is... Ja. Lastig hoor. Ik neem het me ook elke dag voor. En ik ben blij als het me dan wel lukt. Ja. Maar ik snap het wel. Het is voor je hele behandeling wel een van de hele belangrijke punten. Zeg maar, dan zeg ik het toch nog een keer. Ja. Lukken zou wel heel mooi zijn. Als je 5 dagen van de 7 dat het zou lukken. Ja, ik moet er gewoon strenger in zijn. En gewoon echt zeggen van dat ik Ja, dat je het gewoon inplant, weet je. Ja. Nee, ik heb nu laatst besloten dat ik moet met de bus in het andere ziekenhuis heen en weer. Dat ik gewoon eerder uitstap. Ja. En dan moet ik wel. Ja, heel slim. Ja, precies. Nou, ik heb nu ook wel naar het ziekenhuis. Dat is dan niet zo'n heel ver stukje, maar dat ik toch ook vaker gewoon de fiets pak. Heel goed. Dat ik in ieder geval wel die beweging heb. Ja. En de ontspanning vind ik toch ook nog steeds ontzettend lastig. Ik merk gewoon dat mijn hoofd niet zo echt uitgaat. En ook niet als ik die mindfulness, zeg maar, met die bestandjes. Ja, dan hoor ik die vrouw praten en dan ben ik gewoon in mijn hoofd tegen die vrouw terug aan het praten. Ja. Maar net misschien ben jij wel iemand die misschien helemaal niet met het hoofd, die ontspanning. Je zou nog eens kunnen nadenken of je jezelf, ik zeg altijd... Als je nou 1 keer per maand wil verwennen of als andere mensen iets voor je willen doen, dan zou je bijvoorbeeld ook een keer zo'n massagesessie hebben. Ja. Als je bij kanker bent, Estelle Smit, dat is degene die op die school heeft opgericht, werkt toevallig in Den Haag. Oké. En als je op de Google zou googelen op Estelle Smit en massage bij kanker. Ja. Ja? Kunnen soms heel goed ontspannen als iemand gewoon die echt heel erg kundig is, een uur lang masseert. Want ja. Je helemaal in een beetje in je lijf. Ja. Dat is misschien wel beter voor jou. Ja. Zo hoor. Ja, dat denk ik ook. Ik had toevallig nu ook weer iets ingepland. Om eigenlijk een soort gelijk iets. En ik denk dat ik me daar gewoon... Ja, dat ik dat meer moet doen. En dan ga je ook echt ergens naartoe. En nu is het, vind ik het toch lastig om te zeggen van... joh, ik ga even in mijn kamer zitten. En ik heb een kleintje rondlopen. En dat is gewoon lastig. Lastig. Nee, maar misschien dat je... Weet je, en ik zeg ook... Weet je, als je dat 1 keer per maand bijvoorbeeld doet... Ja. De praktijk heet Helder Lichaam en Geest. Zo heet haar praktijk van Estelle Smit. Ja. Zij is echt, zij is gewoon echt het beste. Ja. Als je een
Ja, ja, precies. Dat ja. Is een hele goeie. Ja, slim. Ja, ga ik zeker naar kijken. Ik zou het je zo gunnen, ook al hè, is het ja. Heeft me zoveel tijd, maar dan ga je daar ook naartoe en dat is dan ook jouw me-time. Ja, precies. Ja. Dat je echt even alleen weg bent en ja. Ja, dat, ja, ik merk gewoon, kijk, ik woon nu eventjes bij mijn moeder in, omdat we ook een nieuw huis krijgen. Nou, die wordt dan waarschijnlijk in mei opgeleverd. Dus je bent daar ook veel mee bezig. Mijn kindje wordt 3, die moet inschrijven bij een basisschool. En dat kan dan weer niet bij 1, maar heel veel. En, ja, en dan ben je met z'n allen. En ik heb 2 honden die ineens die oud zijn en ineens uit het niks gaan blaffen. En de tv staat aan. En het is, het is echt... Ja. Ja, dus ik moet echt eventjes inderdaad, ik heb gewoon heel weinig echt tijd voor mezelf, zeg maar. Dus, Nee, maar dan denk ik dat het, kijk, als je naar die acupunctuur gaat, dan is dat ook echt in jouw tijd. En als je naar de massage, en dan kan je ook zeggen, nou ja, de dokter vindt dat echt belangrijk, hè? Dan kan je dat ook naar anderen toe, hè? Dan kan je ja. Ja. En dan heb je in ieder geval eventjes, dat je ook even uit die setting bent en dat het ook echt even jouw tijd is. Ja, hè? Ja. Zou je het ook gewoon langer vol. Ja, precies. Ja. Ja. Ga daar zeker naar kijken. Ja. Hartstikke goed. Zijn er nog 10 waarvan je zegt, nou, dat ligt ook nog op mijn bordje of zal ik even in orde maken dat ik die dingen die ik net al heb verteld, dat ik die direct eventjes stuur en... Ja, dat heel graag. Ja, ik heb volgens mij verder... Eigenlijk vooral de beweging en de ontspanning zijn gewoon het lastigst. Maar het is wel heel fijn als ik daar dan wat extra's voor heb. En ook met die supplementen. Dat ik... ik moet het gewoon echt gaan inbouwen. Ja. Dat gaat lukken. Super. Ja? Nou, heel erg bedankt voor uw tijd. En ik zie dan het mailtje graag verschijnen. Zeker. Alle goeds, hè? Dankjewel. Dag! Nou, massage op recept. Nou, ik ben ondertussen weer even bij Hairpoint. Even wat verf halen, want mijn kapster gaat mijn haar blonderen. En dat ik dan misschien weer een beetje lijk zoals ik vroeger eruit zag. Alleen dan met kort haar. Want dit vind ik wel leuk en het is leuk om gehad te hebben, maar niet voor de fotoshoot dadelijk. Mijn poepie is ook weer thuis. Yes! Oh. Happy Valentine! Mijn Valentine's cadeau is dat ik nog leef. Ja. Vind je dat een goed cadeau? Dat vind ik het beste cadeau voor de rest van mijn leven. Oh, I love you. Nou, klef. Zullen we de epoxy gaan proberen? Dat lijkt me een strak plan. Ik ben benieuwd. We gaan eerst de epoxy aanmaken en dan katoenvezels toevoegen, dat we eerst een lijm hebben. En dat wordt de onderste laag. Spannend. Moeten we nog speciale kleding aan? Handschoenen zijn wel vereist inderdaad, maar die liggen erbij. En een mondkapje is alleen nodig als je dat gaat vallen. Dat weet ik nu al. Mondkapje is in principe alleen nodig als we gaan schuren en schoonmaken. Oké. Dus spannend! Laten we dit maar doen. Yes. Ik dacht, een leuke variatie op let's do this. Let's do this. Dat is mogelijk. Andiamo. 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 Stap 1. Schoongemaakt en ontvet met aceton. Dan gaan we nu de epoxy maken. Lijm, hè? Epoxylijm. Ja, maar het is eerst, de basis is gewoon epoxy. Twee delen epoxy en één deel harder. En dan moet je een minuutje goed mengen. En dan gaan we de katoenvezel toevoegen tot een dikte van ongeveer ketchup. Okay. De plamuur is straks ongeveer dikte pindakaas. En hier hoeft ook nog geen kleur aan toe te voegen. Nee.
En heb je niet een maatbeker nodig? Nee, het is op gewicht. Oh, oké. Ik maak niet te veel aan, want het heeft een vrij snelle verwerkingstijd. En als je dus te veel aanmaakt, dan moet je het of weggooien, dat is zonde. Of het staat te lang en dan wordt het te dik, dus dat gaan we niet doen. Dus ik ga even kijken. Tot op de gram nauwkeurig, jongens. Ja, laten we dat dan maar doen. Nee, vaak... Nou, dat wou je zeggen, hè? Ja. Dat is niet leuk, hoor. ik had ook gelezen dat je niet moet proberen met de harde bijvoorbeeld de verwerkingstijd te versnellen door er iets meer in te doen, want dat werkt juist tegen. Oké. Okay. Want dat, dan... Gewoon geduld. Ja. Dan hef je juist de werking op. Want het is gewoon echt, die mengverhouding, dat werkt, chemische reactie, het spul wordt ook heet. En dan, als je dat dus doet, dan heb je kans dat het gewoon helemaal niet uithardt. We gaan tot 120. En jetzt gaan we roeren. Het gaat 119. Ja, niet in 120. Op 1 gram zal het niet. Een minuutje roeren, zeiden ze. Goed de randjes ook. Het kan dus zijn dat je anders stukjes hebt waar je nou geen gemengd goedje hebt. En dan wordt het dus niet hard. Ze zeiden ook door het roeren en zo krijg je belletjes. Dan kun je het even laten staan straks. Maar je kan ook, maar dit wordt niet de bovenlaag, dus dat is nog niet zo erg. Met een gasbrandertje eroverheen. Maar dan echt zo snel. Dus echt niet te lang, want dan krijg je weer verkleuring of het verbrandt. Of het gaat echt door die warmte. Pop je eigenlijk dat lucht eruit. De katoenvezel. Ik begin met 2 handjes. Even kijken wat het dan wordt. Lekker als nieuw. Nou ja, we gaan deel 1 doen, die kwam hier, hè? Ja. Gewoon mooi in de hoek. Toch? Zie. Oké. Nou, ze zitten. Waar liepen we nu tegenaan? Nou ja, dat je dus die verdeling vrij lastig kan bepalen op deze manier. Dus ik denk dat het voor een keer gewoon makkelijker is om de hele plank gewoon in te smeren en dan daarin de stenen te leggen. Ja, en daar zaten schroeven in die ervoor zorgden dat de stenen omhoog kwamen, dus niet helemaal goed pakken. Dus ja, dan moeten we meer vlak kan leggen, ja. We hebben ze een beetje over de rand heen gedaan, omdat we daaronder nog andere steentjes gaan plakken. Zodat die er tegenaan komen. Ja. We hopen dat onze theorie praktisch ook goed uitpakt. Inderdaad. Zo, we laten dit even opdrogen. Dan gaan we na een uur gaan we die andere plakken, want dan zitten deze stenen alvast een klein beetje vast. Ja. En dan weer een uur later beginnen we met de plamuur te maken. Nou, ben benieuwd. Ja, ik ook. Nou jongens, here we go. Op naar de kapper. Ja, kijk, dat kan toch niet? Ronde 3. Het wil nog niet echt. We zijn al een eind, maar het was nog een beetje geel-oranje. Dus als het hierna nog niet helemaal uit is, dan kom ik op een andere dag terug. Het is al bijna morgen. Ja, het is al bijna morgen, ja. Echt, oh shit, hé. Wat dacht jij? 2 uurtjes, hè? Ja. Nou jongens, ik ben weer blond. Het heeft 4,5 uur geduurd. Ik was om 8 uur bijder. Ze zei, ah, 2 uurtjes is het er wel uit. Nou, dat liep even anders. Dus ik heb haar nachttoeslag gegeven. Oh,
het is in ieder geval echt een stuk blonder en beter dan daarnet. Alleen Madons haartjes die zijn er nu echt heel wit en de rest is gewoon blond. Maar ja, goed. We gaan morgen weer een make-upje erop doen en dan gaan we eens even kijken hoe het staat. Tada! Nou, lieve mensen, ik ben er heel blij mee. Ik voel het wel op mijn hoofd gaat. Het heeft het flink te verduren gehad, maar ik ben er heel blij mee. Wat ik ook leuk vind, is dat je veel meer mijn kleurs, mijn krulletjes ziet en mijn slag in mijn haar. Dus ik ben blij met het eindresultaat. Ik ben weer benieuwd wat jullie ervan vinden. Vonden jullie dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En ik zie weer heel graag jullie reacties. Ciao! I just wanna see where your love can